Ik ben Paul Verbeek, op 16 juli 1966 geboren in Bergen-op-Zoom, getogen in Steenbergen. Op 23 april 1994 door Monsieur Ernst tot priester gewijd voor het bisdom Breda in de Maria Magdalena Kerk te Goes. En momenteel bestuurd teamleider van de regio De Beverlanden en Schouwen-Duiveland en deken van dekenaat Zeeland. Een cruciaal moment in mijn roepingsgeschiedenis was een jongere bedevaart naar Lourdes. Heel erg getroffen door de sacramentsprocessie in Lourdes, waar ik heel diep de aanwezigheid van de Heer heb mogen ervaren in het sacrament. En tegelijkertijd ook daaraan gekoppeld diepe gesprekken met medepelgrims, waarin je ook een stuk hun gebrokenheid en hun kwetsbaarheid heb mogen delen. En daaraan gekoppeld een sterk stuk persoonlijk gebed bij de God van Massabiel, waardoor ik eigenlijk nadien eigenlijk ook de knoop door durfde te hakken om naar het convict te gaan, het priesterhuis toen van de opleiding. En die eerste fundamenteel op weg gaan is eigenlijk een stuk rode draad gebleven. Ik vind het heel belangrijk voor mijn eigen vorming als priester om regelmatig met mensen op pelgrimstocht te kunnen gaan. En daardoor elkaars leven, elkaars geloof op een spirituele manier te kunnen bevragen, te kunnen verdiepen, te kunnen herbronnen. En daarin speelt dan ook heel sterk het gebaar, het teken van de zegening een hele belangrijke rol. In mijn vorige prochie heb ik ook diverse dingen ingezegend. Daar hadden andere collega's ook wel plezier om. Maar ik denk dat het wel een fundamentele houding is. En dat ik dat ook heel belangrijk vind. Het goede afroepen namens God. Ook in naam van God. En de aanwezigheid van de Heer in het sacrament. En als je dan op een pelgrimsoord ook de ziekenzegen mag geven met het Heilig Sacrament. Nou, dat raakt helemaal diep. Dan is het voor mij echt hemel en aarde die elkaar raken. En jij bent daar een stuk bemiddeling in. En dat geeft altijd een enorme diepgang. In Lourdes was het hele sterke geraakt zijn. Als je dan zoveel uren in de trein hebt gezeten, ook in de nacht in de trein. Samen op het station zingen. Maar daar dan aankomen en dan eigenlijk meteen de sacramentsprocessie meemaken. En iedereen zakt op de knieën voor het sacrament. En dat was voor mij de eerste kennismaking met een sacramentsprocessie. Maar dat was voor mij ook meteen dat hele diepe voelen van het is de Heer zelf die met ons meetrekt. En wanneer dan een dag later een leeftijdgenote, wanneer we aan de andere kant van de gave zitten, bij een nadere kennismaking vertelt dat ze eigenlijk al overleden had moeten zijn als de voorspellingen van de artsen uitkwamen. En dan die gezangen van die sacramentsprocessie die klinken weer. Dan is het voor mij ook van hij draagt onze gebrokenheid. En wie ben jij dan als je daarin ook een stuk middelaar van mag zijn? Als je daar ook een stuk je leven van ten dienste mag stellen. Dus toen was eigenlijk bewust de power van ik zet die stap. Het voelen van de aanwezigheid van de Heer in het sacrament, dat was heel diep. Het andere diepe was, als je dan tot 's avonds laat, het gebed bij de God. Wat eigenlijk ook een spiegeling naar je eigen leven is. Ik denk dat iedere pelgrimstocht voortdurend jezelf uitdaagt van waar sta ik hier en nu? En dat als het ware ook spiegelen van ja, en wat wil God met mijn leven? Dat vind ik ook heel belangrijk. Van, hoe denk ik dat een weg loopt, maar wat wil God met mijn leven? En dat voel je hier. Dat voel je op een of andere manier in je hart. Ik denk dat het hart de graadmeter is. Die ook aangeeft van zit je op de goede weg of zit je niet op de goede weg. God spreekt tot je in diepst van jouw hart. Hij raakt jouw hart. Het motto van mijn priesterwijding was uit het psalm. Verblijdt het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt me tot u vol vertrouwen. En eigenlijk is dat motto of dat thema ook een stuk rode draad. Van hoe ik eigenlijk ook als priester wil zijn en hoe ik het ook ervaar.
Het is wezenlijk, vind ik, dat je door God geraakt bent. Dus vandaag verblijdt het hart. Het hart is geraakt. God die groter is dan ons hart, die raakt ons in ons hart. Daar heb ik dan ja op gezegd, met volle overtuiging. En dan zei ik die bede van, maar goed, als ik jouw dienaar mag zijn, God, zorg ook dat ik er dan gelukkig in word. En zo geef ik me eigenlijk ook in vertrouwen aan u. En dat is eigenlijk ook wat ik zie als een stuk levensprogramma. Dat je als het ware het hart in de goede zin bij elkaar probeert te raken. Ook in naam van God. En ook ontdekken van, hé, dan is God ook in het spel. He, zoals je kan zeggen van dat in het sacrament van het huwelijk de gehuwden opgeroepen worden, uitgedaagd worden, voor het avontuur staan om op die wijze Gods liefde handen en voeten te geven. Zo denk ik dat ik als priester in de contacten die ik heb met mensen ook die liefde van God handen en voeten kan en mag geven. Dus wel op een heel eigen wijze, hè. Dus een andere wijze als gehuwde. Maar wel net zo fundamenteel als je in een goed gesprek voelt. Die ander komt een stuk bij zijn eigen kern. Die kan weer een stukje het leven aan. Die kan ook weer een stuk nieuwe impuls aan zijn eigen geloof geven. Nou, dan is het hart geraakt. Dan ben je daarin ook een stukje bemiddelaar, bemiddeling. Het is ook heel nadrukkelijk, komt het woord hart erin voor. Het gebeurt in het hart. Het is het hart wat geraakt wordt en waardoor je ook anderen probeert te raken. Dat is wezenlijk voor geloven voor mij. Dat het hart geraakt wordt. En dan denk ik ook dat onze kerk zo'n rijkdom in zich draagt. Die heeft alles in huis om het hart van anderen te laten raken. Met haar liturgie, met haar sacramenten, met haar koplopers. Geluk is voor mij als ik handen en voeten kan geven. Het vertrouwensman mogen zijn. En ook mijn trouw kan laten zien. Ook als er toch soms een keer iets gebeurt waardoor een ander denkt van, nou, ik neem een stuk afstand. Dan men voelt van, hé, maar hij blijft toch trouw. Geluk is het heel sterk in trouw kunnen zijn. Trouw aan je opdracht, trouw aan mensen. En als dat dan terugkomt, dat maakt me echt gelukkig. En misschien wordt dat ook wel bezegeld ook in het voorgaan in de Eucharistie. Waarin je namens Jezus de handeling mag voltrekken. Je mag in zijn naam het brood breken en de beker wijn delen. En het is voor mij ook het teken, het is zijn testament waarin hij zijn trouw aan de mensen laat zien. Dus de Eucharistie is eigenlijk trouw ook aan de Eucharistie. Dat maakt ook een stuk mij gelukkig in het groeien in vertrouwensman en trouw zijn aan de opdracht. Gelukkig worden, dat is niet hele dagen fluitend door het leven gaan. Maar gelukkig worden is voelen van, dit is mijn weg. Dit moet ik doen. Dit geeft voldoening. Dus het is niet simpel, al kan het misschien simpel klinken. Wanneer ben ik gelukkig? Als ik het gevoel heb dat ik iets echts van het leven kan delen. En dat is fundamenteel gekoppeld aan het geloof. De bedding dat je inderdaad het echte leven kan delen. Geen schijn, geen verborgen agendas. Niet dat mensen zich niet op hun gemak voelen. Maar dat er het vertrouwen is waardoor je samen ook weer een stuk verder kan. Dus de echte ontmoeting. De echte ontmoeting, dan kom je weer terug ook op die zegening tussen Maria en Elisabeth. Wanneer Elisabeth zegt, jij bent de gezegende onder de vrouwen. Ik draag ook een kind, jij draagt ook een kind. Maar jouw kind is nog groter dan dat van mij. En dat gun ik jou van harte. Ik gun jou het licht in jouw ogen. Dat is voor mij echt geluk. En zo naar mensen kijken. Ja, ik denk dat je dus op verschillende manieren
gelukkig kan worden als priester en ook gelukkige momenten ervaart als priester. En momenten die jezelf dan ook overstijgen. Dus toen ik bijvoorbeeld dan in Borin voor de allereerste keer de zieke zegen mocht geven met het sacrament, dan kan je niet beschrijven wat er op dat moment door je heen gaat. Hetzelfde ook de paaswaken. Ik vind de paaswaken is altijd voor mij de viering van het jaar. En als je dan over kan brengen die rijkdom van die viering, hè, en de mensen voelen dat mee, dan is dat enorm diep. Als je in een gesprek iemand een stukje terug kan brengen bij zijn eigen kern, hè, en dan eigenlijk zo in je achterhoofd hebben van ja, dat is toch eigenlijk wat Jezus ook deed, hè, met de diverse ontmoetingen die Jezus heeft gehad met mensen, waardoor als het ware ook dat geloof weer in beweging komt. Ja, dat zijn in mijn beleving oergelukkige momenten. Dat dateer je als priester op. De weerstanden op weg naar het priester worden toe heb ik sterk ervaren op de middelbare school. Omdat daar eigenlijk zo'n keuze niet vanzelfsprekend is. En me dan eigenlijk heel gemakkelijk toch door plagen je als het ware een stuk buitenspel zet. En dan zit er eigenlijk iets tegenstrijdigs in. Want als je eigenlijk ook al op jonge leeftijd gegrepen wordt om priester te worden, dan is dat toch eigenlijk koptrekker binnen een gemeenschap zijn, in die gemeenschap staan. En als je dan ervaart, ook van middelbare scholieren die tot een bepaald moment acolyet of misdienaar waren, waar je dus eigenlijk op die wijze mee optrok, dat dan eigenlijk gangmakers zijn om jouw keuze belachelijk te maken, dan doet het ontzettend veel pijn. En dan geeft het je ook de vraag van ja, hoe maak ik nu duidelijk wat ik wil? Ik weet wel dat ik toen in die jaren zei, als men dan vroeg wat wil je worden, dan zei ik ja, maatschappelijk werk vanuit de kerk. En dan probeer je toch op die manier te zeggen, ja, ik verloochen me niet helemaal, maar om dan zo stevast te zeggen, ik wil priester worden, dat durfde ik op dat moment niet meer. Als het ware door pesten buiten gesteld worden, ja, dat raakt heel diep. Het valt me dan ook op van, als ik dat ook zie, hè, bijvoorbeeld op schoolplein ziet dat er eentje uitgejouwd wordt, dan kan ik me ook niet inhouden om er naartoe te gaan zeggen, is nou klaar? Hè, dus van dat vormt ook je verdere leven weer. Dus daar zat de sterkste weerstand. Wat ik als heel belangrijk heb gevonden in mijn vorming ook, is dat mijn ouders gezegd hebben van, goh, als dat jouw keuze is, moet je die keuze maken. En dan staan we achter je. Maar die hebben me nooit op het paard gezet. Hè? Dus daar was geen weerstand. Maar daar was ook niet een ophemelen. En dat vind ik heel belangrijk voor je vorming. Zodat ook de keuze, als het ware ook een echte vrije keuze van mezelf is geworden. Denk ik, als ik kijk van wat is nu het geraakt worden, is het ten diepste voelen van God doet iets met je, maar hij spreekt ook voortdurend door concrete mensen tot je. Dan is een cruciaal moment daarin, is Lourdes. Cruciaal moment blijft ook de jaarlijkse bedevaart naar Borin. In mijn studietijd. Dat breekpunt ook, dat eigenlijk Borin zorgt van, mijn weg loopt dan toch anders als dat ik eerst zelf zou denken dat die zou lopen. He, dus het is dan ook steeds meer voor jezelf helder krijgen van, als priester zijn mijn weg is, hoe wil ik dat priester zijn invullen? Het is het geraakt worden in mijn jeugd door de twee parochiepriesters van onze stad, die alle twee uiterst verschillend zijn. De ene hoogliturgisch, heel sterk ook het mystieke in de liturgie benadrukken. En daardoor ook heel sterk een,
een symboolfunctie hebben. Die is een paar keer ook heel zwaar ziek geweest. En dan zag je hem ook niet, want dan was hij in het ziekenhuis. Nou, dat was natuurlijk een enorme afstand. Zo'n jongetje van de lagere school, nou, die haalt dan ook niet in zijn hoofd om een beterschapskaartje bij de pastoor in de brievenbus te stoppen van de pastorie. He, dus dan voelde hij een sterke afstand. Maar tegelijkertijd een enorme blijheid wanneer je die man achter een pilaar op een bidstoel zag, dat hij voor het eerst weer terug was in zijn kerk. En wanneer hij dan met zijn auto voorbij kwam getuft en je steekt je hand op en hij zwaait terug, dat was heel belangrijk. Dus hij zegt, ja, dat voelen. Terwijl tegelijkertijd de andere pastoor, die liep dan in zijn tropenpak als missionaris met zijn kinderkoor de avondvierdaagse mee. En ik denk, ja, dat trekt nog meer, dat mens onder de mensen zijn, herder zijn namens God. Hè? En die twee bij elkaar. En dan denk ik van, die zijn alle twee ook een enorme leermeester geweest. En met de ene heel veel gesproken, met de ander veel minder gesproken. Maar toch zijn ze alle twee nodig geweest om ook te kunnen duiden van, ja, wat mij raakt, dat heeft met hun levenshouding te maken, dat heeft met hun antwoord te maken. Hun zijn priester, daardoor wil ik ook priester worden. Van, er zijn natuurlijk terdege periodes geweest dat je denkt van, is dit wel mijn weg, word ik zo ook wel gelukkig? Want het antwoord wat je geeft, wat God tot je richt, moet je wel gelukkig maken. Als het idee is van, ik zal een heel scrupuleus kereltje worden, maar nou, dan geef ik zo toch antwoord, ja, dan moet ik ermee stoppen. Want de Heer laat zien, de mensen die het hier roept, ieder op zijn eigen manier, ieder met zijn eigen beroep, die worden ook een stuk gelukkig door de taak die ze vervullen. Hey, ieder die iets doet en men voelt het is echt, die heeft positief geantwoord aan zijn roeping. En toch is het dan, denk ik, als ik terugkijk, is het dan wel vasthouden. Niet krampachtig vasthouden, maar voelen van nee, ik denk toch dat dit de weg is die ik moet gaan. Wezenlijk vind ik de kerkelijke bedding. Wezenlijk vind ik bijvoorbeeld ook in de opleiding het aanbod van het ochtendgebed, van het avondgebed, van de viering van de Eucharistie. Die drie momenten waren altijd vast in Heerlen en die zou ik voor geen goud hebben willen missen. Want die dragen je verder, ook als priester. Je hebt die school, die ingroei, die heb je nodig. En de mogelijkheden van met jongeren op bedevaart gaan, tekstgroepjes meebegeleiden, gespreksgroepen, het elkaar bevragen, zelf toetsen van hoe kan ik een ander bevragen zonder dat die ander zich bekneld voelt en zo. Die bedding heb je nodig. De verkoopster bij de bakker die in staat is om een aantal mensen als het ware van kalmeringstabletten af te houden, doordat ze een stukje hun verhaal bij haar kwijt kunnen. En dat is waar wij aan moeten boren. Wat je als priester ook moet laten zien van, hey, dat is het centrale priesterschap. Wat we gezamenlijk delen. En het is de priester die dat een stuk verder mag vertolken. En als het ware bij de ander mag laten ontdekken van, hey, ja, kijk, zo werkt die geest in jou. Dat psalm van God die me kent en die litanie van alle heiligen. Dus je ligt dan plat op de grond, je kan niks. Ik vond dus ook heel typisch bij mijn diakenwijding, door de spanning had de voorzanger Sint Franciscus vergeten. Nou, toch mijn favoriete heilige, kan je niet opstaan en zeggen van, hé, je bent er eentje vergeten. Dat klinkt nou heel banaal, maar er zit wel die hele diepgang juist net in van die wijding. Ja, je hebt die overgave, het komt over je heen. Ik vond dat wezenlijk, dat platter aarde. Ik vind het ook bij de plechtige viering van Goede Vrijdag precies hetzelfde. Heeft men ook aan moeten wennen dat ik daar weer heb ingevoerd. Maar dat dan de priester platter aarde ligt in die overgave naar God toe. Die kerk die moet een hartelijke uitstraling, die moet een hartelijke uitstraling hebben en vertrouwen wekken, waardoor de ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Zo eigenlijk heel mooi eigenlijk op het tabernakel staat hier in de kerk van Zierikzee, van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put.
dat in een veilige setting je tot de bron komt. En van daaruit weer verder kan. He, die wordt dan ook een geloofsgetuige van de Heer. En dat kunnen bewerkstelligen. Ja, dat is, dat, ik denk, ja, daar word ik enthousiast van. Daar zet ik me voor in. Dus dat heeft hij in mijn hart gelegd. Het antwoord is denk ik van, dat ik voel van, hé, dat vraagt hij van mij. En daar zeg ik ja op. Dat is het antwoord. Dus een stuk mijn leven is het antwoord. Ja, als ik dus kijk, wat zijn voor mij heilige plekken, dan is Assisi voor mij een hele heilige plek. Het graf van Franciscus, daar kan ik als het ware uren bij zitten. Dat is ook een stuk thuiskomen. Het aparte is, merk ik dan, als ik daar met de trein naartoe ga, of we zijn toen verschillende keren met de parochie met een touringcar naartoe gegaan, dan is het ook net het uitzwaaien van iemand, dat is ook zo'n gevoelsding, dan zit je maar door dat raampje te kijken, totdat je het silhouet van die kerken niet meer ziet. En dan eigenlijk zo zeg, ja, nou, ik hoop toch weer terug te komen. Dus dat is voor mij een fundamentele heilige plek. Ik vind toch ook wat een plek is waar me heel diep blijft raken, is Rome, het centrum van onze kerk. Een heilige plek is dan ook voor mij het graf van Paus Johannes Paulus II. Omdat ik vind dat Paus Johannes Paulus II in die 28 jaar lang, die heeft zich totaal gegeven. En toen hij eigenlijk niet meer kon spreken, hè, toen zijn stem het begaf, ja, toen was het ook bijna letterlijk gebeurd. En dan de laatste keer dat ik hem dan in leven heb gezien, dat hij eigenlijk alleen nog maar kon wuiven, alleen nog maar kon zegenen. Dan denk ik, ja, maar dan ben je wel helemaal uitgegroeid. He? Dat je op plaats alleen maar tot zegen geroepen bent. Dat is het enige wat je nog door kan geven, maar dat is wel het diepste. Dat is wel het diepste wat je kan geven. Genereus leven, dat is voor mij er willen zijn voor de ander. En daarvan genieten. En dingen heb van je, dan weer dat beeld van die pelgrimstocht. Je gaat samen op weg en de Heer die trekt met je mee. En dan is dus eigenlijk dan dat evangelie van om niets hebt gij ontvangen, om niet moet gij geven.